En de politiek weet dit. En ik kan er gewoon niet bij dat er gewoon niemand iets doet. De politiek zit hier gelukkig aan tafel. En ze gaat het voor u oplossen, hoop ik. Lilian Marijnse, dit klinkt als... Misschien mag ik even inbreken. Ja, zeker. Eerst, want toen hij mij mailde, dacht ik van... ja, maar hoe kan dit nou? En hier moet wat aan gedaan worden. Toen heb ik Lilian Marijnse een mail gestuurd en gezegd van... joh, weet jij dit? Ken je dit verhaal? En zij heeft dus wel actie ondernomen. De SP heeft hier vragen over gesteld, Kamervragen over gesteld. Overigens was het antwoord daarop dan weer heel teleurstellend. Ja. Ja. Dus we zullen het daar zeker niet bij laten. Want wat was het antwoord? Ja, beleid wordt niet veranderd. Bureaucraat, het is allemaal niet kijken naar mensen. We hadden daar net een onderwerp van, maar dit staat natuurlijk ook gewoon weer een voorbeeld van. Mensen worden gewoon vermalen in een systeem en dat moet gewoon stoppen. Is dat ook de associatie die jij hebt, Joost, als jij het verhaal van Jesse hoort? Voor mij is het ook, wat Peter R. de Vries ook, een echt verbazing dat dit... Maar, je dacht, van, nee, dan is het geregeld. Dit is echt weer het verhaal inderdaad van de menselijke maat die uit het oog wordt verloren. Ik zet dit zelf op één lijn met de toeslagenaffaire. Maar bijvoorbeeld ook die kwestie van die mevrouw in de bijstand... die iedere week een boodschappentas van de moeder kreeg... Ja. En dan voor 7000 euro wordt aangeslagen en dat moet terugbetalen. Het zijn allemaal van die zaken waarbij de menselijke maat uit het oog wordt verloren. Mm-hmm. En ja, daar moet wat aan gebeuren. Heb jij het idee, Joost, dat er bij volgende verkiezingen... dat het misschien iets meer terugkomt, of niet? Ja, dat zegt iedereen nu wel. Mm-hmm. Ik bedoel, jij bent negatief. Vaak is politiek een pendulebeweging. Dan zie je dat het weer een bepaalde kant op gaat. En dan, gaat de politiek wat linkser. De overheid krijgt weer een grotere rol. De menselijke maat krijgt misschien een grotere rol. Maar er zal ook weer een periode komen dat we dus weer de andere kant op gaan. Maar dat is wel wat je nu ziet in alle verkiezingsprogramma's. Is dat ook een beetje het idee? Dit ben ik niet in verkiezingsprogramma's heel concreet tegengekomen. Nee. Want Jesse, wat maakt dat jij nu met je verhaal gekomen bent? Nou ja, mijn moeder was voor afgelopen jaar goed ziek. En die gaf mij mee van, hey, als dit fout afloopt, doe hier iets mee. Want dit is onrechtvaardig en je kan hier niet mee leven. Want wat ziet ze aan jou? Hoe bedoel je zo? Nou, dat ze zegt tegen jou, jij kan hier niet mee leven. Blijkbaar ziet ze aan jou dat jij hier niet... Frustratie. Ik pieker hier om de afgelopen dagen. Voor de publicatie heb ik niet kunnen slapen. Mm-hmm. Dit heeft me ook, wat ik al eerder zei, het raakt me gewoon heel erg. Ik moet wel zeggen, ik ben Peter dankbaar dat hij heeft gereageerd. Jasper van Dijk, die ook heel veel heeft gedaan van de SP. Die Kamervraag heeft gesteld. Die afgelopen jaar ook, volgens mij de enige politie die echt hiermee bezig was. Dat wil ik ook wel benadrukken. En er moet gewoon verandering in komen. 13 jaar later zijn er nog genoeg mensen die hier tegenaan lopen. En ik wil ook graag een oproep doen naar de politiek. De VVD, CDA, Rob Jetten, noem het maar op. Help ons, want er is gewoon geen perspectief. Je klinkt heel politiek geëngageerd ook. Ja, er komen verkiezingen aan. Ja, nee, daarom. Maar je mag dus ook niet stemmen. Precies, ik heb het ook niet te zeggen. Dus opiniemakers, kranten, noem het maar op. Jullie zijn onze stem. Kom voor ons op, onderzoek dit dossier, duik erin. En, het is ook een dossier waar het maar doorgaat. Want als jij bijvoorbeeld verliefd wordt op iemand in dezelfde situatie als jij... en jullie krijgen samen kinderen, betekent voor die kinderen hetzelfde. Ja, het voorzet een probleem inderdaad.